Patrick Lammers, ja. Jongen, hoe is het? Ja, goed. Lang geleden dat ik je zag. Ja, dat is zeker lang geleden, ja. Maar we zijn een winkelzus en zo weten we tenminste nu nog. Ja. En ik was al van plan om alles te komen filmen, maar gaan we niet doen. Want je bent nog echt aan het reorganiseren en herinrichten. Ja, nu is dit op je pad gekomen. En wat zijn nu precies je plannen hier? Nou ja, in ieder geval sowieso kleding, dat vind ik altijd wel heel leuk, heel mijn leven lang. En eigenlijk inspiratiebronnen, Henk Sies en Peter Christ, dat was altijd een feestje om bekende te namen. Komen. Ja, ja, natuurlijk. Ja, van jongs af aan kwam ik daar eigenlijk altijd al. En ik had altijd zoiets van, dat lijkt me nou zo te gek gewoon, die benadering en de sociale contacten, het één op één. He, want Lammers, Kaftaar Lammers, 32 jaar heb ik daar gestaan. En dat is altijd gewoon komen en gaan. Hè? Korte tijd bestekken. Ja. En met kleding, en dan kan je gewoon het ene, het sociale aspect, het één op één. En dat vind ik echt heel erg leuk. Pak je koffie erbij. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En positiekleding. Ja. En, dat moet nog worden veranderd. Nou ja, je ziet dit. Afijn. Maar het is eigenlijk gefascineerd eigenlijk door kleding, mooie merken. En dat wil ik uiteindelijk gaan uitstralen. En goed, we hebben natuurlijk de Zeeman hier zitten. En we hebben verschillende, de kledingbank, Ramsburg, waar je gewoon goedkope kleding kan halen. En dit is overgenomen van de winkel Zus en Zo. En daar willen we uiteindelijk wel een schifting in maken, om uiteindelijk wel te gaan werken met echt merkkleertjes voor de kinderen ook. Ja, maar sowieso, hè, want het is veel kinderkleding. Ja. En dat was natuurlijk ook het speerpunt van die winkel. Maar je zei net ook al, je gaat ook wel, je koopt op veiling ook wel eens wat betere merkkleding voor volwassenen. Ja. Daar ga je ook dingen mee doen. Daar ga ik ook dingen mee doen. Dat daar een vraag naar is. Kijk, ik ben wel heel simpel. Als iets niet werkt of als het niet hard genoeg loopt, dan vloeit het gewoon uit. En dan kijken we naar de dingen die wel gewoon lopen. Ja. Dus, maar ik heb hier ook een kast vol met nieuwe artikelen. Voor babyproducten, voor de eerste handafdruk, nieuwe knuffels, zonnebrillen nieuw, nieuwe schoenen, goede tweedehands schoenen ook, met allemaal dure merken. En, precies. Daar, je gaat wat dat betreft ga je echt wel fors uitbreiden in het assortiment. En het assortiment, ja. Het assortiment, ja. Maar goed, het is ook een vloeroppervlak van totaal 186 vierkante meter, met die bijruimtes hier achter nog. Dus ja, dat is echt flink, hè? Ja. Ja. Ja, ik denk en je gaat het alleen doen? Ja. Ja? En, ja. En heb je al een streefdatum voor de opening? Want je had gehoopt 1 september, maar dat wordt hem niet? Nee, 1 september, nee. Kijk, zodra ik een beetje open kan gaan, dan ga ik gewoon open. Maar ik wil officiële datum wil ik eigenlijk doen op de dag dat mijn vader is overleden. Dat is 11 september. Dus aanstaande is het 4 jaar geleden. En ik denk voor een nieuwe start eigenlijk. Symboliek. Ja. Daar is weer een Lammers terug in zaken. Ja, dat is heel goed. Dat is heel mooi eigenlijk. Dus. Ja, dat is heel mooi. En je deed ook nog een oproep op Facebook. Die was ook gedeeld naar Winkelcentrum Douwendaal voor een nieuwe naam. Ja. Er waren wat reacties op. Heb je daar al iets over bedacht? Of wacht je dat nog even af? Er zitten echt een aantal hele leuke bij. Bobby die kwam ook nog met stof. Dat vond ik ook wel een hele leuke. Alleen, er zijn al wel zaken, al kledingzaken, die hebben deze naam al. En, maar goed, ja, enzovoort, daar wordt ook goed op gereageerd. Dus dat vind ik ook leuk. Kijk, Zus en Zo is toch meer een vrouwending, denk ik. Het Zus en Zo zie je ook in heel veel andere takken van sport. Dus ja, we gaan nog een keuze maken. Nou, dat is heel goed. Dat kan je dan onthullen op 11 september. Ja, gaan we zeker doen. Dus hey, succes met de laatste loodjes. Ja, en we wachten de ontwikkelingen af. Ja, dankjewel. Dankjewel, Ed.